en de lichtinstallatie niet functioneert, werd deze wedstrijd op Woudestein, het stadion van Excelsior, gespeeld. In de eerste helft werd niet gescoord, maar in de eerste minuut van het tweede bedrijf bracht Den Dunner Sparta aan de leiding. Toch kwam het Sparta van toen nog Hans van der Zee in zwaar weer terecht. Tegenvallende resultaten kosten van der Zee zijn kop. Daar hielp geen paraplu tegen. Bij Cambuur Leeuwarden stond Marinus Dijkhuis in de spits. Een speler die 2 jaar in de voorhoede van Excelsior speelde. En dus het doel op Woudestein redelijk moeiteloos weet te vinden. Dat bewees hij 4 minuten voor tijd. De verlenging kende door de afwezigheid van een golden goal geen sudden death. Na 6 strafschoppen was de stand 2-2. En dat bleef na 7 strafschoppen ook zo, omdat Van der Meer miste. Marinus Dijkhuizen zette Cambuur voor het eerst deze avond op voorsprong. En Nico Jalink maakte er 3-3 van. Maar de nastoot was voor Cambuur Leeuwarden. Doelman Wim de Rom schoot de Vriezen naar de volgende ronde. En waar er een winnaar is, is niet ver verwijderd. Ook een verliezer.